In de eerste video hebben we omschreven dat multiple sclerosis, of MS, een aandoening van het centrale zenuwstelsel is. Nu nemen we een nadere kijk in hoe het immuunsysteem zich kan keren tegen het centrale zenuwstelsel, of CNS, en communicatie tussen het CNS en het lichaam kan onderbreken. Bij gezonde mensen is het immuunsysteem als een team van vechtsporters die het lichaam verdedigen tegen vijanden als bacteriën, virussen en zelfs kanker. Net als dat er verschillende soorten vechtsporten zijn, hebben cellen in het immuunsysteem verschillende verdedigingsvormen. B-cellen zijn een belangrijke verdediger in het immuunsysteem. B-cellen ontwikkelen zich en hun werking verandert dramatisch gedurende de tijd. Door te kijken naar de eiwitten op de buitenkant kun je zien wat de taak is van een bepaalde B-cel, net als de verschillende kleuren riemen die door vechtsporters worden gedragen. B-cellen beginnen als stamcellen in het beenmerg, wat fungeert als een soort trainingscentrum voor vechtsporten. Hier leren ze hoe ze verdedigers moeten worden en verdienen ze hun eerste beginnersriem, inclusief CD19 en CD20 eiwitten. B-cellen verplaatsen zich naar verschillende trainingscentra, zoals bijvoorbeeld de mild- en lymfeklieren, om te leren hoe ze een vijand kunnen herkennen en hun training te vervolgen. Wanneer ze gaan circuleren, staan B-cellen altijd op de uitkijk voor vijanden die zich verstoppen in het lichaam. Wanneer B-cellen hun vaardigheden hebben geleerd, kunnen zij promotie maken door plasmacellen te worden. Plasmacellen hebben een ander uniform. Zij verliezen hun CD19 en CD20-riemen. Net als ninja's maken en gebruiken plasmacellen wapens om te vechten. Die wapens die plasmacellen gebruiken worden antilichamen genoemd die altijd het beoogde doel raken. Bij MS gebeuren twee dingen die ervoor zorgen dat het normale functioneren van B-cellen om het lichaam te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen wordt verstoord. Allereerst wordt de muur afgebroken die er bij gezonde mensen voor zorgt dat B-cellen niet in de hersenen kunnen komen. Hierdoor komen sommige B-cellen in het centrale zenuwstelsel terecht. Ten tweede, eenmaal in het CNS, besluiten de B-cellen om onbekende redenen dat in plaats van op te treden als verdedigers, ze hun eigen myeline, de beschermende laag om zenuwcellen, op meerdere manieren gaan aanvallen. Plasmacellen kunnen hun eigen antilichaamwapens gebruiken om myeline aan te vallen. Deze antilichamen kunnen directe schade veroorzaken of als baken fungeren om andere verdedigers in het immuunsysteem op te roepen om myeline B-cellen te gaan aanvallen. B-cellen kunnen ook aan T-cellen, een andere verdediger, vertellen dat myeline de vijand is. Deze soort T-cellen zijn als een sensei of trainer die andere T-cellen leert hoe ze moeten vechten tegen myeline. Zowel B- als T-cellen sturen signalen, genaamd cytokines, dit zijn woeste andere soorten verdedigers, naar het gevecht, waardoor ontstekingen ontstaan. B- en T-cellen kunnen ook samenspannen om een trainingsschool te bouwen op de rand van de hersenen. Hierdoor kunnen zij blijven trainen en myeline aanvallen over langere periodes. Wetenschappers ontdekten dat zij doelgericht specifieke B-cellen kunnen aanvallen die zorgen voor de aanvallen op myeline door het ontwikkelen van medicijnen gericht op het CD20-eiwit, maar niet op andere soorten eiwitten. Antilichamen die alleen gericht zijn op CD20 hebben geen invloed op stamcellen in het beenmerg of de plasmacel-ninja's die al getraind zijn om specifieke vijanden te bevechten. Dit betekent dat het immuunsysteem nog steeds in staat zou moeten zijn om het lichaam te verdedigen. Klinische studies tonen aan dat antilichamen gericht op het CD20-eiwit het ziekteverloop vertragen bij mensen met MS en mogelijk een nieuwe behandeling kunnen zijn voor mensen met MS.